Het eerste wat hij gaat doen is een enorm kookeiland aanschaffen. Hij houdt van koken. Dus ja, er bestaat geen twijfel over. Klopt. Ik ben Terrence Pieters, speler van Kampong het Nederlands Elftal. En ik zit hier met mijn teamgenoot. Ik ben Sander de Wijn en vandaag zitten wij bij Heldenpraat. Wat heb jij? Oh, ja. Mooi, dankjewel. Nee, je hebt ook wel goede kledingstijl. Jij komt altijd wel echt heel shiny op trainingen aan. Ik vind het wel leuk, ja. Ik vind het wel leuk om goed te kleden. Ik ben mee bezig. Schoentjes tot alles erop en eraan. Dankjewel, lief van je. Ja, ik ben daar wel Ja, je hebt meer wat zakelijk, degelijk. Vaak blouse, overhemdje. Netjes. Ja, netjes. Oef. Oh, meest talent denk ik wel. Ja, Sander. Niet dat hij niet hard werkt. Alleen, ja, sommige dingen gaan hem heel goed af. Op welke leeftijd ben jij gedebuteerd eigenlijk in Nederland zelf dan? 20. Ja, dat is eigenlijk eerder dan ik was. Ik was 21 zelfs. Maar ik heb wel eerder inderdaad sneller een basisplaats kunnen verwerven. Ja. Alle toernooien gespeeld als ik niet geblesseerd ben geweest. Dus... Allebei wel, gewoon ik. Of jij? Ja, ik doe complimenten. Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. Zeker. Ja. Ik ben wel jaloers op jouw dansmoves hoor. Ja, op basis daarvan zei ik ook ik. Mensen zijn vaak jaloers op hoe ik beweeg als we uitgaan ofzo, of als we in de kroeg staan. Ja, heb je toch wel flink wat meisjes mee kunnen verleiden? Nee. Ik heb heel lang een vriendin, dus ik heb niet veel meisjes mee kunnen verleiden. Wel één speciale. Het is misschien niet heel zichtbaar, maar ik ben heel bijgelovig. Ik hou heel erg van de routines voor een wedstrijd. Wat doe je dan zoal? Dat ik met hetzelfde maatje invul, dat ik op dezelfde plek in de line-up sta. Dat ik op hetzelfde moment even naar mijn bidon loop in de warming-up. Rugnummer. Vind ik heel fijn als ik hetzelfde rugnummer heb. 16 heb ik eigenlijk mijn hele jeugd al gehad. En de eerste paar jaar senioren. Nee man. Nah. We kunnen heel snel nu Instagram bijhalen. Ja. Dan zijn we heel snel klaar. Ik kan het nu bijhalen. Ja, oké. In dat opzicht heb ik inderdaad meer fans. Maar ik durf wel te zeggen dat jij een van de rising stars bent dan. Ja, ik ga nu echt harde getallen noemen ook. Terrence Pieters, 9.500 volgers. Sander de Wijn, 22.000 volgers. Dat zijn echt keiharde cijfers. Nee, deze is zonder twijfel voor Terrence. Die is daar ook echt heel erg mee bezig. Hè. We maken er op de training ook wel eens grapjes over die looptechniek. Als een soort van anti-lopen schiet hij dan over het veld. Ik denk dat als jij boos bent of geïrriteerd, dat het wel aan je te zien is ook. Ja, dat kan ik echt moeilijk verbloemen, dat klopt. Dat probeer ik echt hard aan te werken, maar het is een langdurig proces. Dat is weer één antwoord mogelijk natuurlijk. Wat doe jij? Eerlijk? Ja. Ja, je bent heel eerlijk vandaag. Wil jij een voorbeeld misschien noemen? Ja, ik wilde gewoon liever niet mezelf zeggen. Oh. Maar misschien nu is wel een mooi voorbeeld in het hockey. Blessure opgelopen tijdens het uitlopen van de corner. Ja. Sindsdien zeg ik van, ga ik niet meer doen. En deze jongen is wel zo dapper om mijn rol over te nemen en wel zich voor het schot te werpen. Maar ook niet met succes. Nee, ook niet met succes. Ik heb hem net mijn duim gebroken. Ik wil hem wel laten zien hoor. Ja. Ja, ik denk dat ik wel toch wel het meest moederskindje ben. Toch het grootste deel van mijn jeugd alleen met mijn moeder opgegroeid. Enorm sterke band mee gekregen. Zonder twijfel deze. Zonder twijfel. Ja. Kan je niet koken? Ja, ik hou niet van koken. Meestal kookt mijn vriendin. Maar Terrence heeft het al weken, misschien maanden wel over van als hij straks zijn eigen huis heeft. Het eerste wat hij gaat doen is een enorm kookeiland aanschaffen. Hij houdt van koken. Dus ja, er bestaat geen twijfel over. Klopt. Nee, ik vind koken leuk om te doen. En wat Sander zegt, veel jongens dan zitten elkaar een beetje op de naai van wanneer ga je nou dit of dit kopen? En dan zeg ik altijd, jongens, ik ben aan het sparen voor mijn eilandkeuken. Ja, ik heb wel vertrouwen in mijn eigen kunnen. Dat kan, maar ik denk dat ik ga winnen. omz.nl/hockey. Deel de hockeyquiz, start. Ik denk dat jij deze fout hebt. Tot nu toe alles goed. Ik ben klaar. Had jij die 8 goed? Ik vond het echt slim van mezelf. Tuurlijk. Ik zag minimaal. Ik heb alles goed. Oh, gefeliciteerd, ik ook. Ah nee, jij bent eerder klaar. Huh? Wil jij nou kans maken op hele vette prijzen? Ga dan naar omz.nl/hockey en speel de quiz.